Als je komt inschrijven voor een graduaatsopleiding, dan heb je uiteraard ook een kopie van je identiteitskaart nodig en een kopie van het diploma dat je toegang geeft tot de graduaatsopleiding. Dat kan bijvoorbeeld een diploma secundair onderwijs zijn, maar als je ooit al een HBO 5, een bachelor of een masteropleiding hebt afgerond, dan kan je daarmee ook toegang krijgen tot de graduaatsopleiding. Op de website vind je daarnaast ook een heel aantal andere gevallen waarin je toegang krijgt tot een graduaatsopleiding, dus kijk die zeker na.